Kijk, dit is mijn nieuwe vriend. Ik wil je vasthouden, hè? Ja. Welkom in mijn vlog. Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben Matthijs en ik ben samen vandaag met mijn vader en mijn moeder naar het dierenpark Amersfoort. Om dieren te begluren en te bekijken. Hallo, jullie hebben betaald. Dat is het hem juist. Denk gelijk van... Wou jij in de draaimolen of doe je dat straks aan het eind pas? Knip. Daar ga ik helemaal niet in. Mafkees. Ik weet niet wat jij denkt. Nou, alleen we zijn slim geweest. Normaal moet je altijd... Begin je bij 1. En wij lopen in de richting verkeer. Heb je moeder erbij laten? Oh. Dan ga ik even die kant op, want daar kan je meer zien. Nou, eerst die hebben we. De rode panda. En er is ook bekend waar die te vinden is. Check. Schattig. Ik weet niet hoe het precies werkt. Ja, hij is een beetje op afstand, maar het is super schattig om te zien. De rode panda. En hier op het bordje, dat vind ik altijd wel, zie je waar ze leven, wat ze eten en dat ze helaas bedreigd worden in het wild. En ze leven in Bhutan, China, India, Mayanda en Nepal leven ze. Dus ja, daar kan je ze vinden in het wild. Nou, dierenwinkel. Nou, dierenwinkel? Ja. Souvenirshop. Een souvenirshop. Ik vind het goed. Kijk, en hier komen we dan aan bij de gezellige familie. Familie Aap. En ook hun worden helaas bedreigd. En ze hebben voeding, vruchten, zaden, vogels, insecten en rivierkreeften. Dus eigenlijk zijn het gewoon vette kanonnen. Eigenlijk zijn het gewoon vleeseters. Nee, ja, daar. Zie je? Het is super leuk om te zien. En mijn moeder geniet van teugen. En blijkbaar werd er net eentje agressief, want die besprong in één keer zo'n touw. Nou, hier ligt er eentje voor pampen zowat. Ook grappig gezicht. Er zit er eentje voor die rexen. Die over elkaar heen. Oh, net zat die knikkerbollen. Deze kant is mooi. Hallo. Hij komt toch een waarschijnlijk. No cables, no man. Heeft hij pech? Big brother, what's in you? Kijk hier. Heel duidelijk deze. Echt een hele lelijke reet. Kijk eens bij het glas. Kijk eens. De aap is heel dichtbij. Zie je dat? Zo grappig gezicht. Ja, echt zo. Is hier eten? Is hier eten? Is hier eten? Joehoe. Nou, er komt er nog eentje bij. Is het feest? Wie kijkt naar wie? Is dit? Ja joh. Nog één erbij.
Er is hier een camera. Hebben we gezien? Kijken wij naar de aapjes of kijken de aapjes naar ons? Dan moet je kijken, er is daar een camera. Heb je het gezien? Ja, ja. Wat is dat? Een soort koekachtig iets. Nou, maar. Heel van mijn vader. Drinken? Maar wat fris. Wat hebben we warm gedaan? Chocomel? Nee. Heb ik even geen zin in. Iets fris heb ik zin in. En het kan je hier ook halen. Nou, we gaan even snel wat drinken en dan gaan we zo meteen verder met de rondleiding bij Dierentuin Amersfoort. Tot zo. Yo, ik heb net even latte macchiato gedronken. Maar ik sta nu op de plek waar... Ik heb in een vlog verteld dat een hyena een struisvogel ei kan opeten. En moet je kijken wat ik hier zie lopen. Een hyena. En die kan gewoon een struisvogel... Oh, er zijn twee. Nou, die kunnen gewoon een struisvogel ei gewoon opeten. Nou, er is hier nu een grot. Gaan we even in. En misschien komen we bij meer hyena's terecht. Dat weet ik niet zeker. Maar ik ben heel benieuwd. Zometeen krijgen jullie een heel fragment zien. Want over de dierenpark... Allemaal met een lekker muziekje eronder en zie je alle dieren wat ik gezien heb. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En natuurlijk over sommige dieren zal ik wel wat vertellen als ik echt bijzondere dieren zie, zoals de hyena. Ik ga nu even de grot in. Tot zo. Ik ben nu bij de Rijk van de Reuzen. Dat is een olifantsverblijf. En als jullie denken, paarden stinken. Nou, hier is de olifantgeur nog veel en veel erger. Maar ja, er staan hier geen olifanten. Dus het is niet echt heel interessant. Maar hier zitten dus de olifanten. Maar we gaan weer even verder het park in. Want ik ben heel benieuwd naar de tijgers en de leeuwen. Die zitten namelijk ook op een hele mooie plek. En ik weet, en daar gaan we hele leuke shots maken. Tot zo.
Ik hoop dat jullie de dierentuin filmpje leuk vonden die ik heb gemaakt voor jullie. En waarom in één keer stopte daar met filmen, was eigenlijk de batterijen gewoon waren op van de oplader. En die moest opgeladen worden, maar mijn oplader lag in Vinkveen. Beetje duf, vergeten, kan gebeuren. Maar ik zeg wel dat ik best wel een goede week heb gehad. En zoals jullie zien heb ik nu een snor. En waarom heb ik een snor? Dat is allemaal voor de voorstelling De Griezels. Die ik zondag ga spelen. En die ik dinsdag ga spelen van 100 jaar Roald Dahl. Maar er is best wel veel gebeurd de afgelopen week. Leuke dingen. En dat kan ik wel gewoon... Wat was het eerste? Het bizarre. Binnenkort gaat hij totaal in het buitenland spelen. Ontzettend tof, ontzettend leuk. Maar ik ga niet mee. En de reden waarom ik niet meega is omdat ik niet mee zou willen gaan. En omdat ze nog ook niet echt blij zijn dat ik daarheen zou gaan. Theater Totaal gaat gaat spelen in Iran. En als jullie denken waar ligt Iran, dat ligt tegen Irak aan, Afghanistan, Turkije en noem maar op. Al die landen waar flink oorlog omheen zit, daar ligt Iran tussenin. En de plaats waar we komen te staan ligt 100 kilometer verder, is dus oorlog. En dan denk je, ja maar 100 kilometer, dat is toch ver? Is ook snel, dat is ook best wel ver. Maar met een vliegtuig is het niet zo ver. Dus daarom heb ik ook gezegd van dat ik niet mee zou willen. Omdat ik het gewoon niet graag zou willen. En dat ik het best wel iets is wat ik toch wel niet prettig vind. Maar we hebben natuurlijk ook... heb ik 1 oktober weer een paardrijwedstrijd. En dat vind ik ontzettend tof. Alleen helaas heb ik wat te horen gekregen. De wedstrijd waar ik deze beker mee heb gewonnen. Met deze kanjer, Martijn. Is behoorlijk op leeftijd. En als een paard ouder wordt. Is het toch bij sommigen. Die kunnen dan niet meer zoveel gewicht dragen. En het is niet omdat ik zwaar ben, maar ik weeg wel meer dan 40 kilo. En Anneke heeft verteld dat Martijn waarschijnlijk niet meer echt meer dan 40 kilo kan dragen op zijn rug. Dus dit is echt de eerste wedstrijd wat ik heel jammer vind. En ik baal er ook wel erg van dat ik niet op Martijn kan rijden. Maar Anneke zei, joh, weet je hebt laatst op een paard gereden en dat ging zo goed. Als je slim bent, dan ga je op die paard. Ik zei, zat te denken. Toen dacht ik, nou, dat kan ik wel proberen. En die paard heet Troy. Dat is een heel groot paard, maar in het verleden heb ik wat met hem gehad. Ik wou galopperen, maar ik kon niet meer stoppen met galopperen. Dus dan moet ik Don nog even aangeven aan Anneke van, joh, ik krijg hem niet. Oké, dus dan moet ik eventjes nog... werk, maar goed, dat gaat goed komen. Ik ben ervan overtuigd dat het goed gaat komen, dus. Dus dat. En voor de rest, ja. Topweek gehad, superweek gehad. En het is nu ook echt weer dat alle scholen in Nederland weer zijn begonnen. Alle scholen. Dus. Maar goed. Dat was het. En ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Duimpje omhoog, niet het duimpje naar beneden. Word abonnee op Mattes Ruitenbeek. En volg me toe op Facebook. Dat is vlog, -Laurens, -Matthijs. En daarom zeg ik naar elke vlog. Laters.